Deze nieuwsuitzending die maak ik naar aanleiding van een link die ik gekregen heb van Jörg Gilisman. En die heb je hier in beeld. En ik zal de daadwerkelijke link, die zal ik in de descriptiebox van deze video zetten. Dan kan je er ook op klikken. En ik zou hem helemaal afluisteren als ik jullie was. Ik zal een klein stukje laten horen. De radiopresentator is Nelson Turner. En degene die aan het woord gelaten wordt, die heet Eric John Phelps. En Eric John Phelps is een hele beroemde. In dit kader dan, waar het onderwerp over gaat. En Eric John Phelps weet met name heel veel van geschiedenis. Ik zal als eerste even laten horen van de radiopresentator. Zet ik hem even aan het begin. Kun je even meeluisteren. A few little tidbits from his personal biblical perspective concerning the Kirk or the Church of Rome. Now, before we do that, I want to read a few verses of scripture. Proverbs chapter 30, verse 4. Who hath ascended up into heaven or descended? Who hath gathered the wind in his fists? Ja, okay. Ik stop hem gelijk maar even. Om met de deur in huis te vallen. Zowel Nelson Turner als Eric John Phelps, als nog wel wat andere mensen. Die weten niet alleen heel veel van de geschiedenis, maar ze lezen ook de Bijbel. En de Bijbel, dat is momenteel niet zo'n populair boek in mijn directe omgeving. Heel af en toe kom ik iemand tegen en die leest ook de Bijbel. Ik denk als ik nu in Arnhem moet gaan tellen, onder mijn vrienden en kennissen, 2, denk ik. En ik ken best een aantal mensen. Ik kwam veel in de cafés hier. Tientallen mensen die ik bij voornaam ken, waar ik mee gesproken heb. Nou, in mijn vriendenkring, dat is ook zo'n mannetje of 20, denk ik, die ik ken uit Wageningen. Ja, allerlei mensen van school, van vroeger, van de universiteit. Helemaal niemand. Niemand leest er meer een Bijbel. Nee, zo lijkt het dus, hè? Het is niet helemaal waar. Een enkeling leest hem wel. En Jörg Gilisman, dat is ook een fanatieke Bijbellezer, in de goede zin van het woord. Ja, die woont helemaal in Leuven. En Jörg Gilisman heeft ook in zijn directe omgeving helemaal niemand. Ik ben waarschijnlijk, net als voor hem, de meest dichtstbijzijnde. En Leuven, dat is hier 230 kilometer vandaan, dacht ik, zo uit mijn hoofd. Waar het nou om gaat? Het gaat om het geloof. Komen ze daar, ik zal ook een goed plaatje pakken. Ik pak hem nu even op dat je Eric John Phelps even hoort. Bij 7 minuten was het interessant, dacht ik. Self can get in the air. Now I'm going to turn the broadcast over to brother Eric Phelps and I do hope you enjoy this evening's broadcast. Nu komt Eric John Phelps. Well, thank you for your invitation, brother Nelson. I guess this is on correctly. Okay. Tonight I would like to talk with you about one of the Jesuits' great masterpieces. And that is the doctrine of communism. Ik zal hem gelijk even stopzetten. Wat hij net zei, dat hij het vanavond wilde gaan hebben. Het is, nu is het middag hoor, maar bij hem toen was het avond. Over het grootste meesterwerk van de Jezuïeten. En dat is communisme. Ik denk dat jullie dat nog niet weten. Dat communisme is uitgevonden door de Jezuïeten. En wie zijn de Jezuïeten? Nou, dat ging als volgt.
In het begin van die aardherding was Europa onder de voet gelopen door de Romeinen, zo noemden we dat. De Roman Empire, het Romeinse Rijk. En binnen dat Romeinse Rijk, daar had je groeperingen en die noemden zichzelf christenen. En allerlei vormen trouwens. Hoor. Je hebt de Albigensers en de Waldensers en de Hugenoten. Ja, die had je toen nog niet. Gnostici, ja, dat zijn niet echt christenen. Maar dat waren mensen en die dachten zelfstandig. Trokken zich niet zoveel aan van die Romeinse overheersing. Daar stonden ze los van. En die individueel denkende mensen, die waren een doorn in het oog van het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk, het hoofdstad was dus Rome. Daar had je allemaal tempels en beelden van, zeg het maar, allerlei goden. Isis, beelden van Osiris. En misschien ook iets met Horus, dat er ook een beeld van is. Dat zou zomaar kunnen. En als je dan wilde geloven in iets, ja, dan kon je meedoen aan dat geloof van Rome. Dat was zonneverering. En het vereren van de zon, dat is het vereren van een stuk materie. Het heeft niets te maken met het geloof zoals ik dat ken. Want dat werkt anders. Het geloof zoals ik dat ken, dat is het geloof in... Het oudste boek is dan de Bijbel. En in mijn geval heb ik dat aangevuld. Verder nagezocht, onderzocht. Door me te verdiepen in Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche en Martin Heidegger. En de Nederlandse hotshot, die heet Gerard Heijmans. Die man is al lang overleden hoor. Die heeft gepubliceerd ergens in het begin van de 20e eeuw. 1910, 1920. Al die filosofen die wijzen erop dat zoiets als de Bijbel, als je hem goed interpreteert, helemaal zo gek nog niet is. En niet dat elke filosoof op de hoogte was van de inhoud van de Bijbel. Iemand die dat, een filosoof die dat echt niet zo goed wist, dat was Arthur Schopenhauer. Die Bijbel, die is zo gek nog niet. Nou, aan de Bijbel is de laatste hand gelegd in het jaar 100. Toen was die klaar. Er is aan begonnen in het jaar 1400 voor onze jaartelling. Dus dat boek dat is tot stand gekomen in een periode van 1500 jaar. Nou, kom er maar eens om, het heden ten dagen. Is er nog een ander boek waar zo lang aan gewerkt is? Bij mij weten we het niet hoor. Dat is natuurlijk geen garantie dat het boek daarmee deugt. Dus wel in elk geval een maatschappelijk fenomeen. Want het heeft een aantal mensen ongelooflijk veel tijd gekost. En toen die Bijbel aan het begin van onze jaartelling, is met name met het christendom gebeurd, furoren begon te maken. Dan heb je het over dus het jaar 0 tot en met het jaar 300 ongeveer. Talloze groeperingen die zich daarmee bezig hielden. Ik heb ergens gezien op internet dat er het totaal aantal geschriften, en ze hadden nog geen boekdrukkunst in die tijd, ze waren pamfletten of zo. Essays misschien maar.
stukjes van wat we nu de Bijbel noemen. En die werden met de hand overgeschreven. En opgestuurd naar, of meegegeven, er ging PTT in die tijd. Hoe heet het tegenwoordig, de KPN. En die werden ook met de hand dus ook verspreid of meegegeven aan iemand die toch naar ergens naartoe moest. Van nou, neem dit maar mee en geef dat maar af aan die en die. En iedereen was blij met die boodschap. Daarom heet het ook wel het evangelie. En dat betekent, het is Grieks, evangelie. En dat betekent blijde boodschap. Een boodschap van hoop. En dat was het voor mij ook toen ik de Bijbel las. En nog steeds. Hè. Ik las mijn Bijbel voor het eerst toen ik 12 was ongeveer. En het ging toen niet zo goed met mij. Dus, ik vocht op het schoolplein. Er waren bepaalde leerkrachten en daar had ik geen enkel respect voor. Dat is tot daaraan toe, maar dat liet ik dan nog merken ook. Hè? En ik dacht er wel mee weg te komen, want ik denk, ja, ik haal altijd zulke goede cijfers, dus, ze kunnen me toch niet van school aftrappen. Dat had weinig gescheeld, moet ik zeggen. Mijn moeder die kwam dus bij een evaluatiegesprek. Zo'n ouderavond, ik was daar niet bij. En die mentor, of mijn co-rector, meneer Bos heette die. Die gaf te kennen dat ik van school af moest. Wegens misdragingen, zowel in de klas als op het schoolplein. Kortom, een ideaal moment om te beginnen met de Bijbel te lezen. Dat deed ik toen uit vrije wil, overigens. Ik las heel erg graag. En een Bijbel, joh, daar had ik me nooit mee bezig gehouden, joh. Dan gaat het weg. Helemaal niet. En toen kreeg ik dat ding op mijn 12e in mijn handen gedrukt. Dat kwam door mijn moeder. Ik viel stijl achterover van verbazing. En voor mij was het een blijde boodschap. En per onmiddellijk ben ik toen gestopt met klieren op school. Ik snapte dat er meer aan de hand was dan alleen die directe ergernissen van mij naar mijn omgeving toe. Nou, voor heel veel andere mensen geldt dat ook. Als je de Bijbel serieus leest, is er niks aan de hand. Het is echt een heel mooi boek. En wat de Bijbel je vertelt, is dat jouw geloof, je zou kunnen zeggen, het is de basis voor je morele handelen. Dat is jouw persoonlijke relatie met dat wat er werkelijk is. God, mag je zeggen. Dat woord wordt gebruikt in de Bijbel. Het is maar een woord natuurlijk. Want van God kan je niet weten hoe die eruit ziet. Echt niet. Dat is Gods onmogelijk. En met de Bijbel te lezen, lees je de teksten van andere mensen die ook die persoonlijke relatie hadden met God. En die woorden van die mensen, die zijn inspirerend. Als je er voor open staat. Niet gelijk bij de eerste zin, met je hakken in het zand. Oh, wat een onzin. Want dan kom je er niet uit. Dan stap je er niet. Dus als je je Bijbel goed kan lezen, moet je er wel eentje hebben, maar zo'n ding kost tegenwoordig €14, inclusief verzendkosten. Dan wordt hij hier in waar ik nu woon, als ik hem nu zou kopen via internet, wordt hij afgeleverd hier bij de supermarkt om de hoek.
Voor 14 euro. Nou, dat vind ik niet duur. Als je een blad koopt van de Scientific American, ik weet niet of jullie dat kennen, zo'n wetenschapsblad, een maandblad. Eén exemplaar, dat kost je 16 euro, man. Een avond naar de film. Alleen de toegang is al meer dan een tientje. En dan wil je ook nog wat drinken in de pauze. En misschien wat popcorn erbij. En na afloop met je vriendin nog even wat drinken op het terras. Nou, dan ga je ook richting de 20, 25 euro per persoon. Wat kost een pizza in de pizzeria? Eén maaltijd in een restaurant? 20, 25 euro ook. Om dan maar te zwijgen wat een dagje naar de Efteling kost. Inclusief benzine. En een Bijbel is maar 14 euro. Echt te doen hoor. Dan heeft iedereen een persoonlijke invulling van dat deel wat wij noemen het geloof. Dat maakt je vrij als groepering. Want dan ieder kan de Bijbel lezen. En je hebt dus helemaal geen priester nodig. Je hebt geen gebouwen nodig. Je hebt geen al die toestanden. Je bent autonoom. In je geloof. Nou, het leuke is dat in het Latijn heb je het woord credo. Dat betekent, ik geloof, volgens mij letterlijk. Ik zou even het translate.google erbij kunnen pakken. Waarom niet? I believe. Kijk wat hij nou doet. Ja, credo, zie je dat? Ik geloof, staat hier. En Latijn is credo. En als ik dan kijk naar etymologie... Dan heb je, hier staat het dus, I believe. Dan heb je ook het woord krediet. Kijk of ik hier erbij kan vinden. Ja, credit. Nou, terug naar deze organisatie. Die afbeelding die je hier ziet, dat is een foto gemaakt in een kerkgebouw. Ik denk dat je kijkt naar de binnenkant. En wat je ziet is dit ding hier in de ronde. Ik probeer het aan te wijzen, maar ik weet niet of dat kan of jullie mijn muis zien. Maar dit is een zon, zie je dat? Als je hiernaar kijkt, naar dit beeld, dan moet je denken aan de zon. En ik heb het net gehad over zonneaanbidders. Mensen die de zon vereren. Zij hebben... een geloofssysteem op basis van het vereren van de zon. Daar komen ze rond vooruit. Ze hangen gewoon een beeld op. En dan heb je eronder allemaal poppetjes staan, kleine kindjes of zo. Daaromheen zitten ook allemaal poppetjes. Ja, een eng ding, man. En dan heb je hier een engel. Ja. En daar ook nog eentje. En wat hier tussen staat, is dat IHS. En daarbovenop een kruis.
Dus wat ze gedaan hebben, die zonneaanbidders, die hebben het christendom opgepikt en geassimileerd. Ze hebben het geloven van de mensen overgenomen. Dan met name van de christenen. Ze hebben dat christelijk dogma geabsorbeerd. En wat ze ook gedaan hebben, is dat ze ons kredietstelsel, ons geldstelsel, eveneens beheersen. Deze mensen zijn de baas van het geloof en van het geld. Dat is onnatuurlijk. Want wat is geld? Jij geeft iemand, je hebt kippen groot laten worden, je hebt die kuikentjes heb je onder een warme lamp moeten houden. En hebben ze allemaal te eten moeten geven en die kip is groot geworden. En dan zegt je buurman, nou wat een mooie kip, die wil ik wel hebben. En dan geef je die kip aan die buurman en die buurman geeft je daar wat voor terug. En wat je terugkrijgt is credos, credit. Tegenwoordig zou dat heel makkelijk kunnen via internet. Op een internetpagina geef je aan, oké, ik heb geleverd aan mijn buurman die en die, één kip. En daarvoor krijg ik terug zoveel credits. Net als met Facebook, dat je een postje doet, of een banktransactie doen. Maar dat mag altijd. Als jij een kip hebt, geef je maar je buurman en dan krijg je credit van je buurman. Op, ja, hopende natuurlijk dat die buurman voldoende credits heeft. Dus. Ja, je buurman kan ook iets anders weer verkopen. Dat hij zegt, nou, ik koop een kip van Perry. En voordat ik dat ga doen, ga ik eerst bij de buurvrouw de kozijnen schilderen. Daar krijg je ook credit voor, toch? Of ik ga een keer eten koken voor iemand. Daar krijg je ook credits voor. Dat is het geldsysteem. Dat is gewoon van ons. Het hoeft helemaal niet gereguleerd te worden. Er moet wel een toezicht op zijn, dat wel. Want er zijn altijd mensen en die denken vals te kunnen spelen zonder dat iedereen het ziet. Of dat ook maar iemand het ziet. En, ja, er moet iemand zijn die de transacties in de gaten houdt en ziet dat er iemand is en die misbruikt het systeem. Wat voor een geldsysteem dat ook maar is. En wat we nu hebben, dat is een geldsysteem. Dat is zo ondoorzichtelijk. Het laat alle ruimte aan fraude. En wij steeds maar verbaasd kijken in de krant van, jeetje, is alweer voor zoveel miljard of triljard gefraudeerd. Denk je nog eens in aan die toespraak die de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Donald Rumsfeld heette die man. En die toespraak die hield hij op 10 september 2001. Dus één dag voor de aanslagen van 11 september 2001. Die aanslagen in New York. Waarbij die Twin Towers geëxplodeerd zijn. Laten we maar het beestje bij het naamje noemen. En een dag van tevoren zei Donald Rumsfeld bij die persconferentie dat het Pentagon of het Amerikaanse leger of whatever, maar die was 2,3 miljard, ja, $2,3 miljard waren ze kwijt. Of was het nou 2,3 biljoen. Dat het nog een factor 1000 hoger was. En hij gebruikte de mooie term unaccounted
voor. Dus ja, we zijn zoveel geld kwijt en we weten echt niet waar het gebleven is. Maar dat gaan we uitzoeken hoor. Yep. Nou, leuk is dat. Hè? Ja, dan kunnen wij blijven werken wat je wil. Het geld stroomt één kant op. Is dat gezond voor ons? Nee, helemaal niet. Ik ken het verhaal van een jongetje. En die werd op school afgeperst. Afgeperst, nee, niet het woord. Hij werd bedreigd, hij werd lichamelijk bedreigd. Heeft hij om klappen te voorkomen zijn bankpasje aan die jongens gegeven. En ook zijn pincode doorgegeven. En die jongens hebben zijn rekening geplunderd. Ja, die moeder heeft dat aan de grote klok gehangen bij de school. En toen heeft die school besloten dat dat jongetje maar van school moest. En die jongetjes in kwestie die hem dus bedreigden en hem ook aangepakt hebben. En ze hebben hem geslagen en whatever. En één jongetje tegen drie van die bozo's. Als een verloren strijd, hè? Toch? En die jongens die kwamen uit Marokko, of de ouders kwamen uit Marokko. Ja, die jongens mochten gewoon op school blijven. En het jongetje moest maar naar een andere school. We geven de slachtoffer het schuld, of de schuld van het misdrijf. Had hij maar, wat had die jongen moeten doen? Hij werd gewoon beroofd. En er werd niks aan gedaan. Die familie, dat gezin, die heeft dat geld ook nooit teruggekregen van die Marokkaantjes. Nou, daar ga je kapot aan. Je bloedt jezelf dood. Ja. Als samenleving. Er komt een druiderigheid in. En je zou terug willen naar het systeem waarin het geld weer gewoon eerlijk was. Dat je lokale valuta hebt. Net als lokale bijbelgenootschappen. Er is niks op tegen om met een groep kennissen, vrienden, familie of hoe noemen we dat? Extended family. Dus familie in de ruime zin van het woord. Om samen Bijbel te gaan lezen. Niks op tegen. Maar deze jongens die pakken dat anders aan. Hè? Die katholieke kerk, want dat werd het dan later. Die heeft in ongeveer 324, 325, pak een beet. Heeft te maken met keizer Constantinus. En die heeft gezegd van, wat is dat voor gedoe allemaal met al die christenen die allemaal die pamfletten verspreiden en een beetje heel erg vrolijk in de rondte lopen te kijken en geen eerbied hebben voor mij en mijn club. Ik ga die boel overnemen. Nou, die heeft al die geschriften laten verzamelen. Een concilie belegd, dat is een vergadering. Dat heet het Concilie van Nicea. En die geschriften laten vertalen. Eerst selecteren, denk ik. In de volgorde zetten. Een beetje een dingetje van maken. En dan in het Latijn zetten. Latijn, dat begreep niemand. Dat begreep alleen maar die mensen van het Romeinse Rijk. Dat is hun taal. Die hebben zij gefabriceerd. Latijn is net als Esperanto. Het is een verzonnen taal. Maar je kan zeggen, ik vind het heel erg mooi. Wat is het ook weer? Omnia est quodam modo... Kijk hoor. No. Est quodam modo omnia. De ziel is in zekere zin alle dingen. Oh, anima est quodam modo omnia. Ik wil zeggen, dat vind ik heel mooi. Okay. Ik heb ook Latijnse woorden zoals audio. Dat betekent ik hoor.
een video, dat betekent ik zie, en credo, ik geloof. Ik vind het niet zo'n hele bijzondere, mooie taal. Dus ik vind Engels ook niet zo mooi, maar nog mooier dan Latijn. De mooiste taal is natuurlijk Nederlands. Nee, ik ben Nederlander. Ik ken niet anders. Aan de andere kant, Nederlands is echt wel een mooie taal. Dus niks mis mee. Niet zo gek als Latijn. Hebben ze die Bijbel in het Latijn gezet en overal gebouwtjes opgericht en tegen de bevolking rondom die gebouwtjes gezegd: jullie moeten iedere zondag, hier de zon, iedere zondag moeten jullie naar het gebouw komen. En dan gaan we jullie oeleboelu, lalalala, in het Latijn. Dan hebben we jullie geloven, hè? Er mag wel geloofd worden. Er mag ook wel gehandeld worden, er mag wel met credos, met krediet betaald worden. Maar het zijn onze munteenheden die verhandeld worden. En niet die van jullie. Niet je eigen munteenheid. Niet je eigen geloof. Dat was een ongelooflijk goede business. Niet alleen had je de collectors. En de erfenissen. Dat deden ze ook. Mensen die dan kwamen te overlijden, dan ging meneer pastoor of whatever, priester, die ging langs bij zo'n stervende en die zei van: nou, zou je niet wat leuks willen doen met je geld? Ja, zei zo'n stervende, ja, heel graag. Nou, meneer pastoor, nou, als je het goed vindt, dan mag je al dat geld wel aan mij geven. Dan ga ik wel voor de armen zorgen. Of een weeshuis bouwen. Hij blijft ook maar lekker door dinges, hè, met al die reclames. Een weeshuis bouwen of een opvang voor ongehuwde moeders. Een armenhuis voor mensen die helemaal niks meer hebben. En dan denkt zo'n weduwe of een weduwnaar van: nou, ik heb toch wel wat het een en ander verdiend. En bij mijn heen gaan heb ik dat overgedragen aan de kerk. Dus dat geld, dat komt wel goed terecht. Ja, wat hebben ze gedaan met al dat geld? Ja, nog meer gebouwen bouwen natuurlijk. Denk aan het spelletje Monopoly. Een van de domste dingen die je kan doen is al het geld opsparen. Geen hotels kopen. Je geld moet je zo snel mogelijk uitgeven. Dan investeer je in nieuwe inkomsten. Dat hebben ze goed gedaan, hoor. Nou, toen kwam er het moment dat die paus van toen, die wilde een heel groot gebouw laten bouwen in Rome. De Huppeltje Pub. Dat ding, dat de allergrootste kerk van Rome. En daar had hij geld voor nodig. En het kon niet betaald worden uit extra geld nodig. En toen had hij een geniaal plan gekregen. Van: wacht eens eventjes. We kunnen wel wachten tot iemand komt te overlijden. En dan al die poen binnenhalen. Met een woord van: wil je nog wat goeds doen voordat je heen gaat? Waarom niet bij leven al? Want mensen die gelovig zijn, die zijn zich bewust van ethiek. En ze weten dat ze bepaalde dingen niet mogen doen. Bijvoorbeeld stelen. Of overspel plegen. Dat mag gewoon niet. Niet conform de Bijbel.
En dat was het begin van wat wij noemen de aflaten. En dat hield zoveel in dat je tegen de priester moest vertellen wat je voor stoute dingen had gedaan. En dan zei de priester, foei, foei. Dit gaat jou een gelukkige dood kosten. Jij komt in de hel. En als je dan betaalde, dan kreeg je een aflaat. Een contract, een document. Heel officieel. Met de handtekening van de priester eronder. Of een stempel erin met van die... zo'n zegel. Nou, jij een officieel document. Ik ben stout geweest, maar ik heb betaald. Ja, je hebt betaald aan deze organisatie. En in 1540, dus toen waren ze al zo'n dik 1200 jaar bezig. Dus ruim een millennium. Toen was er een priester, of een pastoor, of een belangrijke man binnen die organisatie. Binnen die organisatie. En die heette Maarten Luther. En hij was niet de eerste die er tegen protesteerde trouwens. Er zijn er meer geweest. Tyndale, Wycliffe. Hus volgens mij ook. En een man die heette Lul. Dat klinkt een beetje gek op zijn Nederlands, maar... In Amerika of in Engeland kan je je kind ook gewoon Bill noemen. Moet je niet te veel bijdenken. En Maarten Luther heeft zijn 95 stellingen gespijkerd op zijn eigen gebouw waarvan hij priester was, volgens mij. Eigen kerk. Hij was in Wittenberg of zo. Dan Wittenberg. En toen zagen mensen dat in. Dat dat helemaal niet kan. En dat kan ook helemaal niet. Kijk, geloven. Toen ik de Bijbel las. Voor het eerst. Toen las ik de Bijbel. En ik zag in. Dat dat wat daar staat. Als dat echt werkt, dan zijn we van het gesodemieter af. In elk geval, ik vecht niet meer op het schoolplein. Het geweld is niet meer een optie. Dat heeft me in de rest van mijn leven nog heel wat benarde situaties opgeleverd. Doordat ik niet meer bereid was om te gaan meppen. Terwijl ik best goed kon vechten, hoor. Mijn kracht bij het vechten was, ik ben slank van postuur, tegen het magere aan. En ik heb sterke spieren en een wilskracht. Wel wil ik van tevoren de ruimte krijgen om mijn bril af te zetten en af te geven aan een vriendje. En voor de rest was het kabam. Maar de wereld zonder gevechten is toch veel mooier? Wat je liever wil, toch? Ik dan, hè? Misschien is het wel zo dat al die mensen in mijn omgeving die de Bijbel niet lezen, dat ze dat niet lezen omdat ze in hun achterhoofd denken van ja, in principe geen geweld, maar als iemand te ver gaat, nou, dan kan hij hem ook krijgen, hoor. Ze stiekem toch een beetje gewelddadig zijn. Al is het alleen maar in een woord, wat ook van de Bijbel niet mag. In Spreuken 15 vers 1 staat, van houd je woord zachtmoedig. En wel hierom, dubbele punt. Want een zachtmoedig woord vermindert wrok. En een hardvochtig woord vermeerdert de grimmigheid. Dat is tegenwoordig helemaal geaccepteerd, hoor, in de technieken als verkooptechniek, managementtechniek.
ook oudertechniek? Want jij als ouder, je hebt kleine kinderen en die doen iets wat je denkt van, oh nee. En dan kan je wel gelijk uit je dak gaan. En dan ga je je kind persoonlijk beledigend toespreken van, wat heb je nou weer gedaan? En heb je helemaal geen medelijden met je moeder? En dan zit ik wel de hele tijd en jij doet helemaal niks. En dan heb je dit. Dan denk je, kind, dat komt niet goed over. Hè? Zachtmoedigheid in je woord is erg belangrijk. Hè? En dat zijn persoonlijke dingen tussen jou en God. Of een hele moderne term voor God is het veld. De 20e eeuwse term is dat. In die Bijbel staan de dingen, staan aanwijzingen en iedere klojo kan dat begrijpen. Daar heb je geen priester voor nodig, daar hoef je niet voor verplicht iedere week te verschijnen, op een hard bankje te gaan zitten en op commando allemaal op de knieën te gaan. En dan gaan we weer een liedje zingen. En je mag wel liedjes zingen, je mag wel samen gaan bidden, dat vind ik ook niet, hè. Maar verplicht? En hun excuus is dat ze de boel aan het verenigen zijn. Ze maken van de aarde één grote commune. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil dat niet. Ik wil helemaal geen commune vormen met de aboriginals uit Australië. Die mensen moeten het maar lekker zelf bekijken. Waarom moet ik samen met Hully hetzelfde doen? Ik zie daar geen noodzaak toe. En een ander misschien wel. En dan gaat hij dat maar doen. Maar niet verplicht tegen mij zeggen, niet tegen mij zeggen dat het verplicht is dat ik met hem mee ga doen. Waarom? Als ik voor een ander iets doe, krijg ik daar een vergoeding voor. De woningbouwvereniging, waar ik dan een woning van huur, ja, die zorgt ervoor dat die woning, ze zijn nu weer bezig met stijgers, er moeten weer kozijnen vervangen worden, of weet ik wel wat ze aan het doen zijn, het dak is aan het lekken. Nou, daar betaal ik een vergoeding voor. Maar zonder meer belasting te gaan betalen. Waarvoor? En ik vind ook dat het zo moet zijn dat sommige algemene voorzieningen, die zijn gratis voor mensen die er nauwelijks gebruik van maken. Die hoeven niet te betalen. Wegenbelasting bijvoorbeeld. Denk aan je tante en die stapt in de autootje. Zo'n klein ding. Iets als een Renault Clio. En die tuft dan naar tante Marie, want die heeft de heup gebroken. En die gaat bij tante Marie de afwas doen en even wat dingetjes opruimen, een beetje stofzuigen, wat boodschappen doen. En die rijdt daarna weer terug met een Renault Clio of vergelijkbare auto. Ja, er is niks aan de hand. Die hoeft wat mij betreft geen wegenbelasting te betalen, hoor. Wegenbelasting moet je heffen aan die vervoersbedrijven die met van die hele grote vrachtwagens. En dan rijden ze ook in de winter. En dan rijden ze het asfalt kapot. Want als die kou komt, het asfalt is een beetje kauwgomachtig. Maar in de winter is dat zo hard als wat. Ja, dan dender je daar overheen met 80 km per uur. En ik weet niet hoeveel ton, met hoeveel duizenden kilo's. Ja, dan gaat het asfalt kapot. Het lijkt me dat je daar belasting voor betaalt. En voor je gebruik van de voorzieningen betaal je. En de grootverbruikers die betalen het meeste.
De kleinverbruikers, ja, die kan je ook wel gaan taxeren. De belasting aan gaan heffen. Maar waarom? Kom op. Communisme is een uitvinding van deze jongens. Dan kan je tegen inbrengen van ja, maar we weten toch allemaal dat die communisten in die tijd van Stalin en zo, en Mao, ja, die houden helemaal niet van gelovigen. Nou, daar houden ze wel van, hoor. Die willen ze gewoon eronder hebben, ja, als eigendom beschouwen. Jullie zijn van ons en je gaat naar de katholieke kerk en meer niet. Nou, in 1517, als ik het goed zeg, heeft Martin Luther een soort bom gelegd onder het geheel. Want dit is helemaal geen geloofsorganisatie. Dit zijn die oude Babyloniërs. Daar komen ze vandaan, dat is de zonaanbidding. Babylon komt dat vandaan. Die zitten met onze voeten te spelen aan. En ze laten onze vet betalen voor een dienst van niks. Daartegenin, toen was met name het noorden van Europa, begon in Duitsland, Noord-Duitsland. Dat is overgewaaid naar het noorden van Nederland. Dat is later overgewaaid naar Engeland. En die mensen die keerden zich af van deze kerk. In die zin van jullie zijn misdadigers. Jullie maken ons geld afhandig. Maar 23 jaar later kwam het concilie van Trent. Dat is weer een concilie. Waarbij die katholieke kerk zich op de kop ging krabben. Van wat moeten we hier aan doen? En de katholieke kerk, dat is een strikt hiërarchische organisatie. Dat betekent dat het een structuur heeft met bovenaan één aanvoerder. Die heet aanvoerder, die heet de paus. En dan onderin zit het volk. En dat moet allemaal iedere zondag naar de kerk komen. En dan daartussenin heb je verschillende ordes. Je hebt de Benedictijners en de Dominicaners. Wat heb je dan meer? De Franciscaners. Er is een nieuwe orde aan toegevoegd. En die heet de orde van de Jezuïeten. De Sociëteit van Jezus. En die zeiden tegen de paus: wij gaan dit varkentje wel eventjes voor jou wassen. Let maar op. En hoe deden ze dat? Nou, iedereen die het maar presteerde om zelfstandig een Bijbel te gaan lezen, op de brandstapel ermee. Iedereen die vanuit zichzelf aan een ander ging vertellen wat er nou eigenlijk in de Bijbel staat, op de brandstapel ermee. We vermoorden ze allemaal. Maar toen zei de paus: jeetje, wat een goed idee. Nee, daar zit ik echt op te wachten. Geweldig. Dus de paus heeft zijn handtekening erop gezet, of een zegel gestampt. Toen konden die jongens aan de slag. Dat waren de Jezuïeten. Dat is begonnen in 1540. En waar zijn we nu? Erik van Rompuy, de voormalige president van Europa, die wij niet verkozen hebben, die stond in ene, had je die Belgen, van Rompuy, dat is een Belg, maar die was de president. Ik weet niet eens wat die man, nee, ik weet alleen maar dat hij jezuïet is, meer niet. En wat hebben ze nou gedaan toen ze die toestemming kregen van de paus om weer terrein te gaan winnen en weer lekker geld te gaan verdienen?
over onze ruggen, toen zijn ze naar Paraguay gegaan. Dus in 1472 heeft Columbus Amerika ontdekt. Ha, 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 ha. Is helemaal niet waar. Ze wisten al lang waar dat lag. Maar in 1472 is Columbus met een stelletje militairen, neem ik aan, naar Zuid-Amerika gegaan en heeft de boel overgenomen. De eerste communistische communes, die heette Revisiones. Dus dan heb je het over de 16e eeuw, 1560 ongeveer. We kregen de eerste Revisiones, reductions op zijn Engels. To reduce betekent verminderen. En wat verminderen ze? Ze verminderen de zelfstandigheid van mensen. Geen zelfstandigheid meer. Afgelopen ermee. Wij reduceren jullie tot arbeidseenheden. Het was een doorslaand succes. Niet voor Zuid-Amerika. Maar wel voor deze geloofsorganisatie. Die noemen wij de Katholieke Kerk. En katholiek, dat is Grieks voor universeel, algemeen of globaal. En in 2006, en dan stap ik eventjes door de honderden jaren heen, is er een boek gepubliceerd. En het is geschreven door een meneer die heet Rooney, dat is R-O-O-N-E-Y. En dat boek heet The Global Vatican. En Rooney, die gaat er helemaal prat op dat de Rooms-Katholieke Kerk geweldig in het zadel zit. En ze regelen alles. Hè. Ja. Dat schrijft hij, hè, Rooney. En hij zou het moeten kunnen weten, want hij was namens de Verenigde Staten de ambassadeur in Vaticaanstad. Vaticaanstad mag je ook Vaticaanstaat noemen. Het is een staat, het is heeft een eigen grondgebied. Het heeft een eigen gevangeniswezen en rechtbanken. Dus had Amerika daar een ambassadeur nodig. Ja, zo gaan die dingen. En Amerika is al lang overgenomen hoor, door de Jezuïeten. De Jezuïeten en het Vaticaan, moet je eigenlijk zeggen. Het Vaticaan zit er natuurlijk achter en de Jezuïeten, dat is momenteel hun, ja, hun vechthond. Die mensen doen echt alles. En communisme, dat komt van hen. Nou, we luisteren weer even naar John Phelps. Eric John Phelps. You say, wait a second, I thought the Jews started communism. No, dat is er ook zo in. Wat Eric John Phelps hier nu zegt. Hij verplaatst zich in de positie van een toehoorder. En die zegt van ja, wacht eens even. Maar communisme, dat kwam toch van de Joden? Die hebben dat toch uitgevonden? Dat is niet waar. Want met die reducciones, die reductions in Paraguay. Er waren helemaal geen Joden bij betrokken. Dat waren Jezuïeten. En wat ze dan doen, daar zijn ze een ster in. Dat ze hele nare dingen doen, ja, die wij erg naar vinden. Waar, denk ik, mijn vader met een grote W, met een hoofdletter W, God dus, ernstig bezwaar tegen maakt. Dus ik geloof niet dat mijn vader het daarmee eens is. En zowel, ja, dan wil ik wel met de eerstvolgende maanlanding mee. En nee, ik hoef geen retour.
ga ik wel op de maan maanstenen eten. Want dan heeft het geen enkele zin meer. God is het er niet mee eens. Maar het is wel gebeurd. Zo. Ja, maar dat betekent dat God het eigenlijk niet goed is. Want ja, hij heeft het wel laten gebeuren. Tot het communisme kwam. Ja. Zo zit het niet in elkaar. Want wij hebben niet een vrije wil. Maar wij hebben wel een vrije keuze. We luisteren even verder. Communism is a creation of the Jesuit order. They designed it in the mid-1800s after they had perfected all the communist tenets, the 10 planks of the manifesto, on their reductions in Paraguay. Now, the Jesuits had went into South America and started their reductions in Paraguay in the early 1600s. And for approximately 150 years, they ran 31 great reductions. And on those reductions, in total, was over 200,000 Guarani Indians who were taught to make hides, tallow. They were taught to make violins. They picked herbs. They did a host of things for the order. And the order then took all this commerce, all these goods, and put it in international commerce and trade with their black ships. The Jesuits had the largest fleet of ships, second only to the Dutch. Ja, is wel leuk. De Jesuiten hadden de grootste vloot, het grootste aantal boten, ook qua afmeting en zo. Op de Hollanders, de Dutch, na. Mooie business. Ja. Ik pak hem even gewoon een stukje verder, want bij 20 dacht ik dat het nog wat leuk kan. Dan ga ik denk ik een beetje afronden. Ja? He shall make anything but gold and silver coin a tender in payment of debt. Ja, hier heeft hij het over wat valuta nu eigenlijk is. En een eenvoudige oplossing is, bot, we handelen met munten. En dan zilveren munten en gouden munten. In ieder geval niet met briefjes die alleen verstrekt worden door de katholieke kerk. En zo is het momenteel wel hoor. Dus als jij wil gaan werken, dan krijg je uitbetaald in euro's is dat tegenwoordig, hè? In Nederland. Of in dollars in Amerika. Maar die euro's en die dollars en ook de roebel, denk ik, kan je ook gewoon van uitgaan. Die worden verstrekt door de katholieke kerk. Waarom eigenlijk? Waarom willen we dat? We hebben toch ons eigen geloof? En waarom dan niet ook ons eigen krediet? We hebben ons eigen credo. En waarom niet ons eigen krediet? Waarom moet dat overgenomen worden? Ik vraag daar niet om. Hoor. Het random pak ik gewoon nog eentje. Ik ga even kijken of ik die man goed in beeld kan krijgen. Er staat hieronder, jullie kunnen dat denk ik niet helemaal goed lezen. Nou, ik laat hem eventjes lopen. We get to keep control of our government through voting. That's what we need. And how do we finance our government? By the apportioned tax. Now, we don't want a flat tax. A flat tax gives the government the right to dig into your private financial life. Do you know, beloved, that the government and nobody else has the right to know how much money you make, how much money you have, how much money you spend, and what you spend it on? That's nobody's business but yours. It's just as private as your relationship with your wife. It's nobody's business. It's nobody's business to know how many guns you have. It's nobody's business to know how many rounds you have. That's all private. Now, when you commit a crime, like if you're in the drug trade, like the CIA and the mafia, if you commit a crime, then you should be prosecuted and punished for it. You need to come under sanctions. Now, if you commit a crime with a weapon, with a firearm, you need to be prosecuted and punished for it. But we don't. Ja, heeft hij helemaal gelijk.
Als je een samenleving hebt, dan wil je dat iedereen, de een gaat schoonmaken, de ander gaat wiskunde lesgeven, de volgende doet dit, de volgende doet dat. Dat hoeft de overheid allemaal niet te doen. Het enige wat de overheid moet doen, is dat ze de valuta vaststellen. En zeggen we, nou, een zilveren munt is 1 kip waard. Dat hebben ze in Indonesië geprobeerd, om dat eventjes weer in te voeren. Recentelijk. Met de dinar en de dirham of zo. En de ene munt is van zilver en daarvan is de waarde gelijk aan een mooie kip. En de andere is van goud en de waarde is gelijk aan een goede geit. En dan kan het volk zelf wel beslissen hoeveel dirham of dinar ze betalen voor een bepaalde dienst. Iemand heeft voor jou een tuinhuisje gebouwd. En dan zeg je, nou, dat is 300 kippen waard. Nou, dan betaal je 300 kippen door 300 dinar of dirham te geven. 300 zilveren munten. Dat is alles wat we nodig hebben. En de overheid moet ook de mensen die vals spelen, en de boel besodemieteren, aanpakken. Dat willen we eigenlijk niet. Dat willen we niet liever zelf doen. Het zou mooi zijn dat er een toezichthouder is die dat soort dingen in de gaten houdt. Nee, nee. En die bemoeienis van de overheid, dat ze van alles maar, je moet je kind verplicht naar het consultatiebureau brengen en ze moeten verplicht naar school. Je mag je kind niet zelf onderwijs geven, ook al doe je dat 10 keer beter dan die vermoeid ogende, veel te vroeg opgestane, verplicht hardwerkende, met enorm veel thuiswerk opgezadelde personen toekennen. Waarom? Als je toch zelf tijd hebt voor onderwijs, dan doe je dat een uurtje per dag, een half uur per dag. En er zijn veel manieren om onderwijs te geven. Je moet je kind leren lezen, je moet je kind leren rekenen en je kind het een en ander vertellen over, ja, waar ligt Barneveld? Wijs het aan op de kaart. Dat doen wij heus wel zelf. En onze overheid, die zegt, dat kan niet hoor, dat kan niet, dat gaan wij wel doen. Ja, dat is die katholieke kerk. Die onze kinderen dom houdt. Ze leren bijna niks op school, hoor. Mijn dochter, daar heb ik gisteren of eergisteren gesproken. Dat was gisteren. Die heeft rete goede cijfers momenteel. Ze is 18, ze zit op de vervolgopleiding. Ja, zij weet het een en ander. Maar dat komt niet door die school van haar. Dat heb ik haar geleerd. En die jezuïeten, die nemen de hele boel over. Ik vind dat uitermate irritant. Om eerlijk te zijn. Maar wat ik ook irritant vind, is dat er helemaal geen mensen in mijn omgeving zijn, op dat handjevol na, die zich daarvan bewust zijn. En dat het erg belangrijk is voor onszelf om te gaan geloven. Persoonlijk te geloven. Niet op aanwijzing van een priester. Er moet een toezichthouder zijn en die heeft een aantal rollen, een aantal taken. Politie valt eronder, een rechter, een gevangeniswezen. En meer hoeft die overheid niet te doen. Echt niet. En zijn ze nou bang voor ons? Van ja, als we de mensen zoveel vrijheid geven, dan gaat het niet goed met de wereld. En wat heeft deze organisatie gedaan, die jezuïeten? Oorlog gemaakt.
en oorlog veroorzaakt. Ze hebben Nederland, niet alleen Nederland, maar Nederland ook, volgestort met mensen uit Afrika en Midden-Oosten. En dan krijgen we daar bovenop als toetje, als kers op het toetje, een Geert Wilders. Die gaat roepen meer of minder Marokkanen. En die komt ook van die Jezuïeten. En wij moeten denken, nou dan stem ik voor minder Marokkanen. Ik wil dat helemaal niet. Ik heb er nooit bezwaar tegen gehad dat er mensen van buiten hier naartoe kwamen. Uit vrije wil. Omdat ze een goed idee hadden. Nou, dan moet je Nederlands leren natuurlijk, want anders wordt het niks met je. Maar ik heb het erg moeilijk met mensen die vanuit het buitenland hier dan vrijwillig naartoe komen. En zeggen, ik niet kan Nederlands niet. En ik wil wel uitkeringtje, ja. En een huisje, ja. En mogen mijn vrouw en mijn kinderen ook komen, zo dadelijk. Ik snap niet wat daarvoor nodig is. Dat is het kapotmaken van de Nederlandse samenleving. En hebben die fijne prinses Maxima, of is het nou tegenwoordig koningin Maxima, ik weet het ook niet meer. Wat die dan zegt, nou, er is helemaal geen Nederlandse cultuur. Ja, amahoula. Natuurlijk wel. Wij praten bijvoorbeeld Nederlands. En wij zijn protestant. Wij komen af van die protestantse beweging die uit Luther is ontstaan. Dat is onze Nederlandse mentaliteit. Ik zou geen andere mentaliteit weten. En als er dan een dorpsfeest is, ja, dan vinden er wel eens vechtpartijen plaats. Maar dat zijn jonge mannen. Het gaat altijd om een meisje. Nou, laat die dronken mannen elkaar lekker voor de bek slaan. Er vallen geen doden bij, ben jij gek. Je komt de volgende dag op je werk met een blauw oog en dan ben je hartstikke trots. Want die ander heeft twee blauwe ogen. En al je collega's zeggen, hey man, goed gedaan. Heb je die luie Terwolde even aangepakt? Ja, ik zeg niet dat je moet gaan vechten. Maar als het dan toch gebeurt, ja, laat maar gewoon gaan. Waar ik absoluut op tegen ben, is dat wij in opdracht van de katholieke kerk soldaten sturen naar Irak. En dat gebeurt dus momenteel. En ik baal daarvan, hoor. Het is heel raar. En ik vind het ook heel raar dat jullie dat helemaal niet begrijpen. Dat ik dit tegen jullie moet vertellen. Want je had het kunnen weten. Toen ik op mijn 12e de Bijbel ging lezen. En daarvoor ging ik uit vrije wil. Elke zondag. Dus waarom op zondag? Maar goed. Elke zondag ging ik naar Amsterdam-Zuid. En elke dinsdagavond ging ik naar in de buurt van daar. Het was met de bus naar het Amstelstation en dan de tram pakken. En dan was er ergens een soort café of zo. En dan kregen we uitleg over de Bijbel. Dat doe ik toch lekker zelf al. En andere mensen zijn er wat langzamer in. Die moeten dat nog ontdekken. Er staat in de Bijbel staat dat het onmogelijk is om God te zoeken. Want waar moet je naar op zoek? Ik zoek iets en bij mijn volle verstand kan ik zeggen dat ik niet weet van enige eigenschap, behalve dat hij goed is.
Allahu Akbar, zeggen ze ook wel. God is groter, mag je ook zeggen. Dat is de letterlijke vertaling op zijn Nederlands van Allahu Akbar. Oh, ik ben op zoek naar iets wat groter is. Kan je je voorstellen, je gaat naar de IKEA. En dat je dan zegt, heeft u ook iets wat groter is? En dan vraagt zo'n medewerker van IKEA, ja, groter dan wat? Ja, nou, groter dan alles. En probeert zo'n medewerker nog aan jou te vragen. Nou, dit is de grootste bank die we hebben. Maar wil u een bank die nog groter is dan deze bank? En dan zeg je, nee. Ik zoek een bank die nog groter is dan elke bank. Ja, die kan je niet vinden. Je kan niet op zoek gaan naar God. God moet jou vinden. En als je gevonden bent, dan snap je het wel. En met ons geldsysteem, dat wordt nog heel erg ingewikkeld, dat moeten wij ook terug zien te krijgen. En dat zal niet gaan zonder slag of stoot. Want die man die je hier in beeld ziet, die is dan de generaal van de Jezuïeten. Ja. En die zegt, als je God wil vinden, nou, dan kom maar naar mijn kerk. Dan zal ik je wel laten zien hoe die eruit ziet, of zo. En kan je ook een beetje betalen. Godsamme kraken. Nee, godsamme kraken, anders geld. Ergens een gebod in de 10 geboden is, gij zult mijn naam niet ijdel gebruiken. Want we hebben geen kennis van God. We hebben kennis van de wereld en we hebben kennis van de Bijbel. En nu maar hopen dat God jou vindt. En nu maar hopen dat al die ellende die we nu hebben, dat die binnenkort voorbij is. Ik denk dat het nog wel eventjes gaat duren. Ik heb lang gedacht van, oh, het zou toch leuk zijn dat het voor mijn dood gebeurt. Dat ik tegen jullie kan zeggen van, goed gedaan jochie, en nu volhouden. Ja, daarvoor moet iedereen persoonlijk de Bijbel gaan lezen. Yep. Kijk, nog even een leuk stukje. Ik doe eventjes, even zitten. Ik doe gewoon nu play. Even luisteren wat Eric John Phelps nog zegt. Hard and you sacrifice to feed them, so you can maybe put some braces on their teeth and get a little better. Hey, guess what? The government's going to take them, and they're going to go draft them, and they're going to send them off to Saudi Arabia or the Middle East to get slaughtered. That's right. That's what they're going to do to yours. That's what they... Is toch waar? Ze nemen onze kinderen. Die krijgen allemaal een beugel en whatever. Gratis gezondheidszorg. Iedereen denkt, yeah! En vervolgens komt je kind heel trots vertellen van, ik mag naar Irak. Op vredesmissie. En hoe komt hij terug? Op twee benen? Met twee armen? Of mist hij een arm? Of mist hij een been? Of komt hij terug met ja, allebei de benen eraf? Of komt hij terug in een plastic zak? Met een rits? Een body bag. Oh, met die oorlog in Irak is het wel heel erg fijn met jouw kind, want we kunnen hem nu makkelijk dragen in een body bag. In een lijkentas. Alsjeblieft. Doei. They did to my generation in Nam. They sent 58,000 of us to go to Nam to get killed. Ja, Vietnam. Nam, zegt hij dan. Hè? Daar bedoelt hij Vietnam mee. Ja, als je nog meer wil, je krijgt er nog meer hoor. We zijn voorlopig nog niet klaar. Er zijn nog steeds mensen zoals ik. Met een internetverbinding en een beetje fatsoenlijke stem. En ik praat nog Nederlands ook. Ja,
zolang dat nog is, gaan ze door. En hun probleem is dat ze kunnen mij wel omleggen of de mond snoeren of whatever. Maar dan komt er altijd wel weer een nieuwe. Eeuwige oorlog. Waar zij op aansturen. Niet ik. Ik wil helemaal geen oorlog. Ik vind het totaal zinloos dat de ene mens vecht tegen de andere mens. En waar staat het ook alweer in de Bijbel? Dat is een mooie quizvraag voor jullie om op te gaan zoeken. Want dit hele gebeuren gaat helemaal niet om een oorlog tussen mensen. Dit hele gebeuren gaat om een oorlog tussen ons en de overheid. Te weten, de katholieke kerk. En toen dat opgeschreven werd, wisten ze nog niet van de katholieke kerk. Maar ze wisten wel van Babylon. En Babylon heeft die algemene kerk gesticht. En een sticker op hun eigen voorhoofd geplakt en gezegd, ik ben christen. Ze zijn helemaal geen christen. Ze zijn globalisten. Communisten. En als ze dan zien dat de ene buurman meer geld heeft of meer geiten dan een ander, dan wordt er gewoon een geit bij de ene buurman weggehaald en die wordt gegeven aan die andere buurman. Ja, maar dat is niet leuk voor je economie. Het is ontmoedigend voor iemand die denkt, ik heb een goed idee, ik maak heel handig, lalala, en dan kan ik wel 40 geiten hebben. Ja, dan is hij er vervolgens is hij er 10 kwijt. En dan houdt iedereen ermee op. Dan krijg je werkeloosheid van. En het mooie is dan dat al die werkelozen, die krijgen gratis geld. Een uitkering noemen ze dat. Oh, kan je niet werken? Niet erg hoor, hier. En dan kan je denken van, ja, maar dat vind ik wel fijn, want dan hoef ik niet te werken. Ja, ha. Denk aan de langere termijn. Hoe moet je nou een samenleving hebben waarbij iedereen geld krijgt van de overheid? Dat kan toch allemaal niet? Er moet wel gewerkt worden. En dat maakt niet uit wat je doet. Putjes scheppen. Of een lapzwan zoals ik. Helemaal niks te vertellen. Maar dat is je werk. Hey, hartstikke bedankt dat jullie hier naar geluisterd hebben. En ik hoop dat jullie het hele verhaal van Eric John Phelps gaan afluisteren. Hij praat af en toe een beetje snel. En je hoort zoveel feiten. Dan weet je tenminste wat de, op zijn Engels dan, hè, de gory shit is. En op zijn Nederlands de puinhoop is. Waarin wij nu leven. Ja, mijn periode. Ik heb ik werk als huppeltjepup. We hebben nog voldoende business. Ja, jij wel. Maar je kinderen niet meer. Iedereen wordt gereduceerd tot een nummer. En een enorme dikke laag met ambtenaren en bankmedewerkers en zeg het maar. Verzekeringsambtenaren. Ongelooflijke brei met regels en wetten. En je komt er helemaal niet naar uit. En ze maken de hele boel kapot. En van ons, ze gaan ons nu allemaal vermoorden. Er is een belofte, ik zal hem er even bij pakken. Ze hebben ons beloofd. Is in 19. Georgia Guidestones. Oh ja, de Georgia Guidestones is een monument gemaakt van graniet. Opgericht in 1980 in Albert County, Georgia. En daarin beloven ze. Even het plaatje erbij pakken. En dit is het ding.
Zo ziet het eruit. En wat staat er nou precies in? Hier, de eerste. Ze gaan 500.000 van ons... 500 miljoen, sorry. 500 miljoen in leven laten. En dan heb je niks meer te vertellen, hoor. Dat kan je denk ik vergeten. Ik denk ook niet dat... Ik denk niet dat het haalbaar is. Ik denk dat het plan gaat mislukken. En zoals Bob Marley zei, many of us are going to die. Ze beloven het toch. En waar blijven wij dan? Alle mensen zijn slecht en we gaan ze even aanpakken. Romeinen 12 vers 19 zegt, vengeance is mine. De wraak is mij. Als er iets is wat ons in balans zou moeten houden, dan is dat de Heere Heere en niet een ander ding. En niet een organisatie die de Vietnamoorlog heeft begonnen, is begonnen. En de Tweede Wereldoorlog en de Eerste Wereldoorlog en de economische crisis daartussenin. Dat tezamen wordt ook wel genoemd de Tweede Dertigjarige Oorlog tegen het protestantse Duitsland. Ja, maar als ik me nou helemaal niks aantrek van al dat geloof, wat dan? Nou, vertel tegen je kind van, lieve kind, je bent geboren op een aarde met 7 miljard mensen. En die gaat terug naar 500 miljoen. Van 7 miljard naar 500 miljoen. Vertel dat. Vertel je kind wat men van plan is. Wat je ook kan doen is dat je met opzet kinderloos blijft. Dat is ook een mogelijkheid. Is dat de wil van mijn vader? Ik dacht het niet. Ik denk dat mijn vader zich groen en geel ergert aan onze lakse houding. In zaken het geloof. Mijn mening, daar mag je wat anders tegen inbrengen. En ik hou niet van oorlog, ik hou niet van vechten, ik hou niet van geweld. Ik hou van mensen die met elkaar omgaan, alsof we allemaal broeders en zusters zijn. En communisme, alsjeblieft niet. Dat levert alleen maar doden op. En dat doen deze lui. Dus als iemand aan jou vraagt, wat is de oorzaak van die en die oorlog, dan weet je het nu. En dan zeg je, dat zijn de Jezuïeten. Punct. Dank jullie wel voor het luisteren. En dat je naar deze gaat luisteren. Voor de details. Voor het geval je twijfelt aan mijn woord. Het is de moeite van het opnemen waard. Je krijgt hier geen onzin verteld. En op zijn hamburgers zag ik tjus. Een dag lieverd.